Dank u wel. Mensen die denken dat ze er meer verstand van hebben, dat wordt vrijwel altijd aangestuurd door politiek meningsverschil. Dus mensen die schrijven dat je een viespeuk bent en een stalinistische gek en zo, dat komt allemaal omdat ze andere politieke denkbeelden hebben. En dat wordt gek genoeg vaak afgereageerd ad hominem. Dus mocht het u een keer overkomen, trek u er niks van aan. Het heeft niets te betekenen. Je had in de jaren 60 ontzettend veel linkse gekken. En je hebt nu ontzettend veel rechtse gekken. Dat is eigenlijk het grote verschil over de afgelopen halve eeuw. En ik weet niet precies of er ooit ook gekken van het midden zullen komen, weet ik niet. Maar gekken zijn het natuurlijk wel. Kijkt u maar eens op Twitter voor de aardigheid, niet waar, wat een trapveldje van halve garen is. Waarbij je dan nog moet opmerken dat dat, heb ik gelezen, althans relatief hooggeschoolde Nederlanders zijn die twitteren. Dan moet je er niet aan denken hoe het is met de laaggeschoolde Nederlanders. Dat ligt aan de introductie, dit wou ik natuurlijk helemaal niet gaan zeggen. U weet, er waren Four Freedoms. Dat was de vrijheid van meningsuiting, freedom of speech. Dat was vrijheid van godsdienst. Dat was vrijheid van gebrek, zeg maar honger, narigheid enzovoort. En tenslotte was het vrijwaring van angst. Die eerste drie zal ik even heel snel nalopen. En dan wou ik het eigenlijk voornamelijk hebben over die vrijwaring van angst. Is dat gelukt of is ons dat niet gelukt? Daar gaat het eigenlijk over. En u zult zien, het is ons helemaal niet gelukt. Laat ik eerst iets zeggen over de vrije meningsuiting. U weet, daar is iedereen voor. Wie van u is tegen de vrije meningsuiting? Fervent tegenstander van de vrije meningsuiting. Van mening dat iedereen die het niet met hem eens is, onmiddellijk moet worden opgesloten en afgevoerd. Kijk, iedereen is het daarmee eens. Toch kan ik mij wel situaties voorstellen waarin een overgrote meerderheid van Nederland iets denkt. En eigenlijk dan geneigd is om degene die iets anders denken te marginaliseren. En uit te sluiten. Dat gebeurt eigenlijk elke keer weer wanneer wij door emotionele consensus getroffen worden. En dat gebeurt in Nederland nogal eens. Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden ten tijde van 9-11. Toen werd ik keurig gediscrimineerd en uitgesloten. En mij werd door de NOS, kan ik u verzekeren, het woord ontnomen. Daar ben ik heel redelijk overheen gekomen, moet ik u zeggen. Maar ik geef het maar als voorbeeld van het feit dat als Nederland in de greep is van een emotionele consensus, dan is plotseling dat hele idee van vrije meningsuiting, dat staat op losse schroeven. Denkt u daar maar eens over na, als u zelf ook helemaal meegaat in de diepe verontwaardiging over wat er gebeurd is met vlucht MH17 was het, geloof ik. Weet u het nog, Frans Timmermans en die schurken in Oekraïne die van die dode Nederlanders gouden ringen van de vingers hadden getrokken. En nou ja, het was verschrikkelijk wat daar gebeurd was. En dan moest je ook nog denken aan het gruwelijke lot om 3,5 minuut lang naar beneden te donderen voordat de restanten in de grond zouden raken. En van alles wat Frans Timmermans zei en waar u ook een traantje bij weg heeft gepinkt. En waarbij u ook zei thuis op de bank tegen uw partner, wat is het toch verschrikkelijk en wat een schurken wonen er toch in het verrekte Rusland. Al die dingen waren niet waar. Het bleek dat die Oekraïners binnen de raam van hun beperkte mogelijkheden eigenlijk de restanten heel behoorlijk verzameld hadden. En helemaal die man, weet u nog die man die dat kinderpoppetje ophield? Waarbij een of andere gek in Hilversum dat filmpje er midden heeft geknipt. Waardoor je de indruk had dat hij dat poppetje belachelijk maakte en nou ja, dat het ook een onverschrikkelijke, onmenselijke, inhumane, satanische gek was. Het tegendeel bleek het geval te zijn. Toen we het hele filmpje te zien kregen, een paar weken later, je vraagt je nog achteraf af, hoe is het mogelijk dat iemand heeft gedacht, we knippen het door midden, hè? Misschien ook vanwege die emotionele consensus. Toen bleek dus dat hij het ophield, dat hij een traan in zijn oog had en dat hij een kruisje sloeg. Hè? Wat een heel andere boodschap was dan die wij in die eerste dagen op de televisie te zien kregen. Vallen mensen bij volle bewustzijn 3,5 minuut naar beneden van 12 kilometer hoogte, waarbij ze terwijl het vliegtuig 900 kilometer per uur vliegt door een raket worden getroffen? Nee, dat is uiterst onwaarschijnlijk. En dat had Frans Timmermans misschien wel eens aan zijn medewerkers moeten vragen. Achteraf denk je, hij is precies op tijd vertrokken.
Want u dacht ook dat het de zoon van de Heer Jezus was, laten we nou maar eerlijk zijn. Ja, ik wil maar zeggen, u moet enorm oppassen met uw emoties. Want die emoties die worden aangestuurd door de televisie en dan krijgt u die emoties en uw emoties versterken weer het media-effect. En zo krijg je eigenlijk een soort overtreffende trap van emoties. Het is altijd goed om thuis op de bank even te zeggen, zou het wel kloppen? Is het wel juist? Hè? Is er niet iets mee aan de hand? Zou je er ook eventueel anders over kunnen denken? Nou, dat is boodschap 1. U weet, we hebben in Nederland vrijheid van godsdienst. Maar het gekke is dat als u zou voorstellen, ik weet niet hoe het hier in Almere is, maar hebben we hier een moskee of niet? Ja? Veel gedonder over geweest? Ja? Hebben ze wel een minaretje mogen bouwen of mocht dat ook niet? Ja? En hebben ze nog gevraagd of ze nog 3 minaretten erbij konden zetten of niet? Hebben ze vergunning gekregen om met dat gejodel te beginnen op die torentjes of ook niet? Nee, wat mij altijd opvalt, waar je ook maar een moskee wilt bouwen in Nederland, er komt groots gelazer van. En altijd aangestuurd door onze christelijke partijen. Die 1000 jaar de tijd hebben gehad om het hele land vol te zetten met kerken waar niemand meer in zit. Dus ik zou zeggen, is het dan niet redelijk om wat bescheidener te zijn in je verzet tegen het gebouw? Want als je daar tegen verzet, is dat een beperking van godsdienstvrijheid. Je verhindert mensen een godsdienstige plaats te creëren. En ik moet zeggen, dat ding is in Utrecht achter het station, dat vind ik wel architectonisch gezien een aanwinst voor de stad. En als u zich er echt zorgen over maakt, dan doe een weddenschapje. Over 50 jaar worden ze ook verbouwd tot appartementencomplexen. En dan zit je met die minaretten, zit je goed. Hartstikke leuke eenmansappartementjes met voorblijvend vrij uitzicht. Ja, de westerse cultuur in zijn huidige vorm zijn weinig godsdiensten bestand, kan ik u verzekeren. Daarom zijn die moslims juist zo panisch en agressief, juist omdat die permanente druk er op ligt. Eigenlijk is ISIS een vorm van minderwaardigheidscomplex wat in de vorm van agressie naar buiten treedt. Is er dus totale tolerantie ten aanzien van andere godsdiensten en religieuze opvattingen? Helemaal niet. We doen zo zeikerig en lullig mogelijk en meestal komt de rechter eraan te pas om te zeggen, ja wacht eens even. Maar hebben we niet artikel zus of zo van de grondwet wat zegt dat we nou eenmaal godsdienstvrijheid hebben in Nederland? Wat is daar tegen? Helemaal niks. Ja, dat was nummer 2. Dan hebben we freedom from want. Dat valt nogal mee in Nederland. Ik heb nog eens gelezen dat 20.000 mensen in Nederland honger hebben, maar uit de analyse bleek dat dat grotendeels hun eigen schuld was. Dat is natuurlijk weer een ander. Ja, je hebt mensen die willen zich niet laten helpen. Dat komt in Nederland ook voor. Je hebt ook in Nederland dat wonderlijke verschijnsel dat bij een ongeluk zoveel ambulances uitrukken, dat de ambulances in feite zorgen voor een ambulancefile, waardoor de zorg toch wat later komt dan in principe mogelijk zou zijn geweest. Denkt u aan dat Turkse toestel wat bij Schiphol neerstort. Maar goed, dat is een beetje spijkers op laag water zoeken. Nou, dan hebben we de laatste, vrijdom van angst. En ik weet niet of u die beroemde afbeeldingen kent, die beroemde plaatjes die Norman Rockwell ooit gemaakt heeft ter illustratie van de 4 vrijheden. Kent u ze niet, zoek dan straks even op de Wikipedia op Norman Rockwell of de 4 Freedoms. U kunt die plaatjes altijd wel vinden. En een van de meest aandoenlijke, Freedom from Want, die heeft u vast wel eens gezien. Dat is een doodgelukkige, uit 3 generaties bestaande Amerikaanse familie, waarbij de oma bezig is om een reusachtige bruine kalkoen aan te snijden. Dat je denkt, als ze die opvreten, dan moeten ze sowieso naar het ziekenhuis. Ik hou helemaal niet van kalkoen, moet ik er u bij zeggen. Ik heb nooit begrepen wat mensen daaraan vinden. Maar goed, wist u dat trouwens dat de kalkoen een betrekkelijk nauwe verwant van de Tyrannosaurus Rex is? Dus als u de volgende keer denkt van een taaie boel is het, dan weet u wat er aan de hand is. Genetisch, en ze hebben onlangs, sorry dat ik even afdwaal, maar goed. Hebben ze toch een deel van het DNA van zo'n Tyrannosaurus Rex kunnen isoleren van zo'n beest wat ze geloof ik in Montana hadden gevonden of in de Badlands van North Dakota. En nou ja, daar konden ze aan zien dat je de meest
dat is heel ver weg, dat begrijpt u ook wel. Dat is 65 miljoen jaar geleden. Maar de naaste verwant was eigenlijk de kalkoen. De dinosauriërs zijn er nog wel, alleen hebben ze vleugeltjes gekregen en nestelen ze bij u achter in de tuin. Ja, u zou gek opkijken als u morgen de gordijnen opdeed en er stond zo'n Tyrannosaurus Rex in de tuin. Ja, ik was de... Nee, sorry, ik heb de neiging om af te dwalen. Maar goed, Freedom Funk 4, dat is het plaatje waarbij je twee jonge ouders ziet kijken naar hun twee slapende kinderen. En het idee is dat die kinderen kunnen rustig slapen, omdat ze niet bang hoeven te zijn. U weet ook dat die Four Freedoms, die zijn geformuleerd in 1941. Het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog al ruimschoots 2 jaar aan de gang was. Die oorlog zou toen nog 4 in feite totaal overbodige jaren duren, omdat in 41, althans in december 41, duidelijk was wie er zouden gaan winnen. Dat is eigenlijk een van de grote raadsels van dat conflict, dat het eindeloos is doorgegaan en dat tenslotte 18 jonge SS'ers het Rijksdaggebouw nog 2 dagen hebben verdedigd tegen manschappen van het Rode Leger. Daar moet je wel, het is, nou ja. Als ik erin had gezeten, dan weet ik het wel. Ik was direct met mijn onderbroek aan een stok naar buiten gekomen. Dat was de tijd dat mensen nog witte onderbroeken hadden. Ja, tegenwoordig moet je enorm uitkijken om je onderbroek aan een stok te winnen. Ja, en in dat conflict, dat, we weten dat niet precies, niemand heeft het ooit geteld of bijgehouden, zijn tussen de 50 en de 100 miljoen mensen om het leven gekomen. En je had in die jaren natuurlijk niet overal in de wereld, maar op veel plekken de kans dat je plotseling gebombardeerd werd. Als u het prachtige boek Leven en Lot ooit heeft gelezen van Grossman, dan weet u dat er een schitterende passage is van waarin hij beschrijft hoe zo'n Oekraïens dorp, dat daar die Duitse panzerdivisies binnenrijden en dat eigenlijk de hele Joodse bevolking binnen 4 dagen aan de rand staat van een kuil die ze zelf gegraven hebben, om daar met man en muis dood in te verdwijnen. Geëxecuteerd door die Einsatzgroepen. Stelt u zich dat eens voor. Dat een vijandig leger Almere binnentrekt. Ja, die kans is vrij klein. Want het zal heel snel de weg kwijtraken. Maar misschien kunt u ze doorsturen naar Dronten. Dat klinkt ook dreigender. Hè? Dronten. Ja, en de vraag is natuurlijk, zijn we nu vrij van angsten? En als u objectief zou kijken naar Nederland, wat mij betreft naar België of naar Denemarken of zelfs naar Frankrijk, al begint het dan al een stukje minder te worden, dan moet je, of de Scandinavische landen, dat is zo'n reeks van landen die eigenlijk alles goed doen wat je goed kunt doen. Daar hoort Nederland ook bij, ik geef toe. Dat veel Nederlanders denken dat dat niet zo is. Wij zijn een volk van klagers en piepers, zoals u weet. De Denen zijn de gelukkigste mensen op aarde. En wij zijn ook wel in de top 5, maar het zou ons eigenlijk een beetje pijn doen te horen dat wij ook tot de gelukkigste mensen op aarde horen. We hebben graag wat te klagen. Maar in feite hebben we niks meer te klagen dan de Denen te klagen hebben, of de Zweden. Of de Noor of de Finnen of nou ja, al die West-Europese, kleine, meestal kleine West-Europese landen. Want die landen zijn, denk ik, historisch gezien de meest prettige landen om in te wonen. En dan heb ik het natuurlijk niet over miljonairs. En ik heb het ook niet over 3-dubbel verslaafde bedelaars die bij mij achter het park zitten. Ik heb het over de modale Nederlander. Die in zo'n doorzonwoning woont met zo'n klein voertuintje, een iets groter achtertuintje, zo'n kabouterhuisje erin, wat hij bij het lokale tuincentrum gekocht heeft. En voor de rest is het eigenlijk een betrekkelijk ruime woning. Kindertjes hebben een slaapkamertje als je er geen 8 hebt voortgebracht. En meneer die heeft waarschijnlijk nog een leuk werkhok ergens op zolder. En kortom, het ontbreekt aan niets. Voor de deur een gezellig tweedehands golfachtig autootje. 2-3 keer per jaar met vakantie. Wat wil je nog meer? Het is eigenlijk, als je het aan de rest van de wereldbevolking zou vragen, zou u dat willen? Dan zouden ze dat allemaal, zouden ze dat dol en dol en dol graag willen.
En wij hebben dat gerealiseerd. En in Denemarken ook, en in Zweden ook, en dat soort dingen. Er zijn allerlei internationale lijstjes van de prettigste landen ter wereld. Wij staan nummer 1 op het punt van kinderen. Je zou het niet zeggen als je naar de Nederlandse jeugdzorg kijkt, maar wij staan nummer 1. Ja, het is in andere landen, dat is eigenlijk het punt waardoor wij nooit scherp zien hoe goed het hier eigenlijk is, omdat we niet weten hoe het in andere landen is. Eigenlijk zou de Nederlandse overheid een omvangrijk beurzensysteem moeten creëren waarbij elke Nederlander verplicht een half jaar in een klotenland moet leven. Griekenland of zo, of Turkije, of boven Volta, of nou ja, ik zou de lijst graag samenstellen. En dan kijken hoeveel mensen na een half jaar zeggen, nou, ik blijf hier lekker wonen. Ja, zonnetje schijnt. Alle buren zijn aan ebola dood gegaan, daar heb ik ook geen last meer van. Wat willen mensen nog meer? Ja. En als u die lijstjes zou nalopen, Social Progress Index, de Human Development Index, de Personal Happiness Index, er zijn er massa's, u moet maar eens even kijken als u niet gelooft wat ik zeg straks, ook weer in de Wikipedia of elders, dan zult u zien dat de top 6, de top 10 landen altijd ongeveer dezelfde landen zijn. Ik heb er al een aantal van genoemd, dat zijn de Scandinavische landen, dat is Nederland, Zwitserland, dat begrijpt u. Een land van oprichters, maar toch, ze hebben het goed georganiseerd. Ja, waarom denkt u dat ze nog in de Eerste, nog in de Tweede Wereldoorlog bij het conflict betrokken zijn geraakt? Dat is niet omdat mensen Zwitsers zo ongelooflijk aardig vinden. Of bevreesd waren voor de continuïteit van de productie van koekoeksklokken. Nee, dat was omdat de Europese en wereldwijde elite al sinds Sint-Jutemus zijn zwarte centen op Zwitserse banken zet. Dus ja. Wilde je ook na het conflict overleven, dan was het wel zaak dat Zwitserland met rust werd gelaten. Maar goed, verder niks kwaads van Zwitserland. En ja, dan ontbreken er nog een paar landen. Zou u die zo voor de lol kunnen bedenken, welke dat zouden kunnen zijn? Dat was laatst ook een hele... Nee, Luxemburg niet. En terecht niet. U weet, Luxemburg is verreweg het rijkste land van de Europese Unie. Maar... Luxemburg heeft het hoogste alcoholgebruik per hoofd. Vandaar dat wij vinden dat Juncker nogal veel drinkt, maar in Luxemburg denken ze dat hij geheel onthouder is. Ja, het is wonderlijk, maar waar. Dus dat staat er niet bij. Nee, dit pik ik op over die andere landen uit. Je had laatst een lijstje van de beste plaatsen waar je geboren kunt worden in de wereld. Vond ik zelf ook wel een lollig uitgangspunt. Weet u er nog een paar te verzinnen? Dubai, nee, daar kunt u beter niet geboren worden. Nee, kunt u beter niet geboren worden. Ook nou misschien, wat? Duitsland, gek genoeg, staat Duitsland wel altijd relatief hoog. Maar niet in de top 10, nee. En dat, wie zei er Australië? Australië, ja, dat klopt. Turkije niet. Kennelijk bent u een familielid van de heer Erdogan. Erdogan is van mening dat het verreweg het beste land ter wereld is, waar nooit iets fout gegaan is, zeker niet sinds hij de baas is. En ik moet u zeggen, Erdogan is geen zegen voor Turkije. Maar dat is niet een debat wat we vanavond moeten voeren. Canada. Wat valt u bij al deze landen eigenlijk op als u even generaliserend erover nadenkt? Dat ze eigenlijk allemaal nogal noordelijk gelegen zijn. Ik geloof dat Nederland zo'n beetje afgezien van Australië het meest zuidelijk gelegen land is. Ik vergeet er nog één, Nieuw-Zeeland doet het altijd voortreffelijk in dit soort van lijstjes. Het zijn allemaal betrekkelijk kleine landen. Dan zult u zeggen, Australië, dat is toch geen klein land? Nee, dat is een klein continent. Maar hoeveel inwoners heeft Australië? Nou, nog niet eens, 27 miljoen of zo. Canada, idem dito, hè. Canada is groter dan de Verenigde Staten, maar de bevolking is nog geen 40 miljoen. Dus u ziet, het moeten dus betrekkelijk kleine landen zijn. Ik denk dat een gebrek aan ambities, aan, laten we zeggen, machtspolitieke ambities, een rol speelt in het feit dat ze zich op betere en verstandige dingen concentreren. Wel nu, in al die landen die ik genoemd heb, is eigenlijk met de veiligheid niets mis. De kans dat je bijvoorbeeld in boven Volta vermoord wordt,
die is al gauw 50 tot 60 keer zo groot als de kans dat je in Nederland vermoord wordt. Of in Zweden of in Noorwegen. Er zijn zo weinig Nooren dat ze al moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden voor moord en doodslag. Behalve Breivik dan. Hè? Ja, is het ook niet opvallend, misschien wel nuttig om in deze stand even mee te delen, dat alle slachtoffers van de jihadisten in Europa bij elkaar nog niet in de verste verte in de buurt komen van het aantal slachtoffers wat Breivik heeft aangericht op één enkele middag. En dat is niet geen jihadist, maar dat is iemand die nou juist tegen de jihadisten was. Je ziet maar. Ja, het is in Nederland bijvoorbeeld verrassend veilig. Ik weet niet of u dat ook vindt, maar het is verrassend veilig. We zijn er met z'n bijna 17 miljoen. En hoeveel moorden worden er in Nederland bijvoorbeeld per jaar gepleegd? Wat denkt u zo? 250. De wereld zou te klein zijn als het er plotseling zoveel zouden blijken te zijn. Ja, u denkt natuurlijk aan Amsterdam-West. Ik weet niet of dat meegeteld wordt, maar waarschijnlijk wel. Het zijn er ongeveer 160. Dus dan heeft u een kans van 1 op 100.000 om vermoord te worden. U voelt wel aan uw water aan dat als u tot de nette middenklasse behoort, dat de kans nog veel en veel kleiner is. Want dat is natuurlijk gerelateerd aan sociale problematiek. Als u bijvoorbeeld een gangster bent van Marokkaanse of Turkse origine in Amsterdam-West, dan moet u voor uw leven vrezen, dat begrijpt u. Van die vermoorden zijn ongeveer 70% mannen en 30% vrouwen. En bij de vrouwen is het eigenlijk zo dat ze de grootste categorie vermoorde vrouwen, al zijn dat er niet veel, wordt door hun partner of ex-partner vermoord. Het is maar dat u de zaken goed in de gaten houdt. Ja, de kans dat u door een willekeurige, vreemde, enge man zult worden vermoord, bijvoorbeeld een jihadist die in de struiken schuilt ergens buiten Almere, die kans is vrij klein. De kans dat u door je ex-partner vermoord wordt is ietsje groter in ieder geval. Ja, in allerlei opzichten denk ik dat een samenleving als de Nederlandse of de Zweedse of de Deense niet veel veiliger gemaakt kunnen worden dan ze nu zijn. Dat betreft, die veiligheid betreft trouwens van alles en nog wat. Dat betreft ook de veiligheid in het verkeer, dat de veiligheid binnen huis. Dat is een vrij omvangrijk en complex probleem. En die veiligheid wordt in hoge mate bevorderd door een efficiënte overheid. Maar nu de vraag, ik denk dat iedereen van u het daarmee eens is. Ik geef even een leuk voorbeeldje. Volkomen toevallig werd me dat vandaag aangereikt toen ik liep na te denken over wat ik zou gaan zeggen. Ik had 's ochtends gelezen in Google News dat de criminaliteit in Nederland de afgelopen 10 jaar met 25% was afgenomen. En het vorig jaar nog met 6,9%. Dat zijn significante cijfers zelfs, wanneer je kunt afvragen wat allemaal wat precies gemeten werd. En toen was ik even in de garage, omdat ik een Franse auto heb. En ja, ik laat dat even inzinken. En u ziet dat ik, ik weet niet waar, dat ik in opdracht van mijn vader, die niets met de Duitsers te maken wilde hebben, ben ik bereid om een soort van extreem masochisme boven water te houden door een Franse auto te rijden. Ik was even in de garage, wat ligt daar? Het Algemeen Dagblad, het AD. En waar opent het AD mee? Slachtoffers van inbrekers slapen met een knuppel naast hun bed. Dat is op dezelfde dag dat bekend wordt, ik zou zeggen, toch een nieuwsfeit van enige betekenis, dat de criminaliteit met 25% is afgenomen. Met name inbraken en dergelijke storende criminaliteit, er is natuurlijk heel veel kleine criminaliteit waar je niet veel van merkt, is sterk afgenomen. En toen dacht ik, dat is heel karakteristiek voor de Nederlandse media. Hè? Want voor de Nederlandse media neemt de criminaliteit nooit af, die neemt altijd toe. Die is altijd toegenomen. Hoe ze eraan komen, mag Joost weten, maar hij neemt altijd toe. En daar kom ik aan mijn centrale punt. En ik zal u een hele reeks van voorbeelden geven. En u zult zien, tenslotte vertrekt u optimistisch uit deze zaal. Waarvan ik eigenlijk niet begreep. Ik begreep dat die vol was, maar kennelijk is het zitten op die stoeltjes, die roze stoeltjes, is besmettelijk geacht. Waarschijnlijk krijg je daar ook iets van. Vogelgriepziekte, zoiets dergelijks. Hè? Een van die verschrikkelijke kwalen die ons bedreigd heeft de afgelopen
10 jaar, weet u het nog, hoe erg het zou worden als u uw kippen en uw zoon niet op zou hokken, dat er 10.000 doden zouden kunnen vallen. Het enige wat ooit gebeurd is, is dat, ik geloof, aan de Engelse oostkust een vogel met vogelgriep gevonden is, die daaraan was overleden. Had kennelijk de kust net niet gehaald, toen was die naar beneden gestort. In Nederland was verder niets gebeurd. Ja, het gekke is, wij leven in een samenleving waar minder dan ooit in de menselijke geschiedenis reden is voor angst. En wij zijn altijd bang. De Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek, zijn vrijwel overal bang voor. U misschien niet, omdat u al een heel aselect groepje bent natuurlijk. Of juist een heel select groepje, dat moet ik zeggen. Anders was u nog niet naar deze lezing gekomen. Wij zouden gevrijwaard moeten zijn van angst. En we zijn eigenlijk overal bang voor. Waar zijn we al zo bang voor? Wat dacht u van het jihadisme? Daar komen we zo over te spreken. Door een infame samenwerking van media en overheid, nietwaar, is ons wijsgemaakt dat de kans dat één Nederlander, ook een modale Nederlander, die achter in de tuin is een kabouterhuisje aan zijn postzegelverzameling werkt, dat hij een gerede kans loopt om door een jihadist die over de tuinmuur klimt op gruwelijke wijze onthoofd te worden. Met zijn postzegels erbij. Ja, waar zijn we nog meer bang voor? Voor de Europese Unie. Hè? Een slok op. Wat las u vandaag in de krant? Geef het me toe, als u überhaupt de krant heeft gelezen. Want dat gebeurt steeds minder en minder. Maar misschien was het ook wel in het nieuws. Ik heb het nieuws niet gezien, omdat ik onderweg was. Maar wist u dat we weer een naheffing krijgen? 200 miljoen. En wat zeggen de Kamerleden dan wanneer er weer een naheffing aankomt? Hoe is het mogelijk? Dat moet onderzocht worden. We zijn totaal verbijsterd. Onverwacht treft om 200 miljoen. Je zult het maar op de Giro hebben staan en eens moeten betalen aan die laaie lichters in Brussel. He? Waarom zijn er naheffingen eigenlijk? Hoe komt dat? Is dat geregeld of is het gewoon zo dat Jonker met een paar borrels op zegt, jongens, we doen die Nederlanders nog een naheffentje. He? Die lul van een Dijsselbloem, he? Die zakkige geheel onthouden. Die varkenskweker, die zullen we eens even lekker te pakken nemen. He? Zou dat zo gaan, denkt u? Nee. Sterker nog, vorig jaar is een nieuw regime van heffingen ontstaan. Je krijgt een heffing naar rato van je nationaal inkomen. Nu is het berekenen van het nationaal inkomen, dat is een hele lastige en complexe zaak. Wat hoort er wel bij en wat hoort er niet bij enzovoort. Maar ze hebben daarover nieuwe principes afgesproken. En toen hebben we dus al een forse naheffing. Weet u nog van de naheffing? Hoe erg dat was. En dat Rutte en Dijsselbloem zeiden, we zijn totaal verrast door de naheffing. En wat bleek toen een week later? Nou, het is eigenlijk altijd totaal verrast, maar Dijsselbloem was helemaal niet verrast, want die had dat al lang gehoord. Die wist precies wat het was, die wist ook precies waarom. En die zei ook eigenlijk na een week, toen de golven een beetje lager waren geworden, we gaan gewoon betalen. Dat klopt. Hij was zelf akkoord gegaan met een nieuw regime. In plaats dat ze nou zeggen, wat fijn dat we naheffing hebben, want dat betekent dat ons nationaal inkomen veel groter was dan we dachten. Bijna 10% groter, dat is dik 6 miljard. Nee, het was schandelijk. Scham. En nou, u hoort al die Kamerleden. En dan, bij die Kamerleden denk ik altijd, lichten ze de boel nou op? Liegen ze gewoon dat ze tot het gedrukt staan? Of weten ze van niks? En dan nog de vraag, wat is erger? Als ze van niks weten, zou ik zeggen, flikken ze eruit en benoem de volgende. Hè? En als ze liegen, idem dito. Dus eigenlijk kun je al die lui die zich daar dan zogenaamd over opwinden voor de tv-camera's, die kun je eruit. De EU. Want wat doet die EU nog meer? U heeft het hier vast van de PVV wel eens gehoord. Hè? De EU tast onze identiteit aan. Hè? Ja, dat is een van de meest verschrikkelijke dingen die kunnen gebeuren. Dat de klompen verboden worden. Hè? Ja. Of dat je een Europese controle op de bitterbal krijgt. Hè? Of dat stroopwafels verboden worden. Maar je moet er toch niet aan denken dat dat gaat gebeuren. Zoiets. Of dat Rembrandt opgeruimd moet worden. Ja? Bent u er überhaupt in staat geweest om die tentoonstelling binnen te komen? Of wie is geweest?
Oh, één persoon. Vond u het druk of niet? Was er nou al geklaagd over de drukte? Ja, misschien. Ja, ik vind aan de andere kant, ik lees altijd in de krant dat als je veel selfies maakt, dat je dan eigenlijk een beetje een rare figuur bent. Terwijl hij heeft niks anders gedaan dan selfies maken. He? Ja, vind ik. Als ik aan de lopen, ik kan nou toevallig niet schilderen, maar als ik elke half jaar een schilderij van mezelf zou maken, dan weet ik niet of ik niet door mijn familie onder psychiatrische zorg zou worden geplaatst. He? Maar goed. Hij kon heel aardig schilderen, dat is een feit. Zeker zichzelf op hogere leeftijd. Want dat is het eigenlijk. Het is het gruwelijke aftakelingsproces. Wat daar zichtbaar wordt. Vooral omdat hij zo'n rare knotsneus had. Ja, ik moet niet afdwalen. We hebben gehad het jihadisme. Ik zal u zo met u bespreken hoe bang u daar eigenlijk voor moet zijn. We hebben de EU gehad. Waar kunnen we nog meer bang voor zijn? Kijkt u veel naar het programma Nieuwsuur bijvoorbeeld? Wie kijkt daar wel eens naar? Oh, dat is vooral een bejaarde activiteit. Als ik, oh, u bent een uitzonderingsgeval eigenlijk. He? Ja, nou dan heeft u toch in de afgelopen 2 jaar, naar aanleiding van de Oekraïne en Luhansk en Donetsk en Mariupol en de hele Sante Kraam, heeft u toch gehoord, met enige regelmaat van huizen en konuiten, dat de kans op een groot Europees conflict, dat die echt aanzienlijk is. En dat eigenlijk die Poetin een satanische gek is die het oude imperium van de Sovjet-Unie wil herstellen. He? Dus gewoon de DDR weer terug en zo, en de Baltische Republieken. Gelukkig hebben wij nou een paar F-16's naar de Baltische Republieken gestuurd. Die vliegen daar nu op en neer en dat schijnt wel een hele sterke afschrikkende werking te hebben gehad, heb ik begrepen. Ja, dat was ook met Irak zo, hè, toen ik de eerste keer hoorde dat de Nederlandse vliegtuigen daar een leidende rol hadden gespeeld bij het bombarderen van ISIS, wat we volledig hebben te danken aan de stomzinnigheid van de Amerikanen, dat je toch thuis even opstaat. Het Wilhelmus even meefluistert en dat je denkt zo, waarin een klein land groot kan zijn. Laten we die JSF toch maar kopen. Dat zal altijd wel ergens gebombardeerd moeten worden. Ja, iemand verzint wel iets om te bombarderen, desnoods Antwerpen. Als we niks kunnen vinden, dichtbij ook. En die Belgen ben ik het helemaal niet eens. Die staan allemaal in de file. Kunnen we nog meer verzinnen? Verschrikkelijke kwalen die we kunnen krijgen. Ontzettende ziektes die overal ter wereld heersen. En als we niet oppassen, dan krijgen wij in principe die ziektes ook. En dat is eigenlijk het wonderlijke. Of wat dacht u van Oost-Europese bendes? Je rijdt soms zo'n gezellige parkeerplaats op langs de A12. En je gaat daar je boterhammetjes op zitten eten. En je wordt overvallen door Bulgaarse hongerlijers die uw boterhammen afpakken en misschien dan vervolgens wel bewusteloos slaan. Hè? Of er is nu, zag ik het op de televisie, een televisieprogramma die wat zich afvraagt hoe gevaarlijk is het eigenlijk in Nederland? Hoe groot is de kans dat u vannacht, als u denkt van een rare geluiden horen, er weer toch beneden, ik knip de lamp aan, het blijkt dat een hele club Oost-Europeanen bezig is om uw huiskamer uit te ruimen. Hè? Ja. Ik moet u zeggen, laat ik daar één gek ding van zeggen. Ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Dan ga ik niet uit de school klappen. Maar op een groep mensen en mijn eigen echtgenoten tegen mij. Ja, na 8 doe ik de deur niet meer open als er gebeld wordt, 's avonds. Ja, 's ochtends liggen we in bed natuurlijk. Dus doen we sowieso de deur niet open. Ja, mocht u een keer al komen bellen, doe dat dan niet om 8 uur 's ochtends. En toen zei ik, ja, zei ze, want ze had op televisie gehoord dat er regelmatig overvallen waren op huizen in Nederland, op gezinnen in Nederland. Ik zei, nou, ik geloof dat het er afgelopen jaar 3 geweest zijn. En voor zover ik dat heb kunnen bekijken, waren het eenzaam gelegen woningen waar waarschijnlijk wel iets te halen was. Ik had natuurlijk nog een leuke mop. Ik zei, waarom zetten wij geen bord in de tuin? Komt inbreken. U kunt zo 5000 boeken gratis meenemen. Want ik weet bij God niet wat ik ermee aan moet. Hè?
En die televisie begint ook. Ja, mijn vrouw is zo van, de televisie moet eerst kapot zijn voordat je een nieuwe mag kopen. Terwijl, nou, ik zag laatst een nieuwe televisie bij andere mensen. Zo scherp als een mes, zegt dat ding van ons. Daar heb je echt een leesbril voor nodig om te zeggen, hé, dat zal Arjen Robben wel wezen. Hè? Door dat kale hoofd. Vindt u dat trouwens nieuws wat in het journaal hoort? Of zegt u, nou zeg, kom op. Wat had u ervan gevonden als in het journaal was verteld dat ik mijn enkel had gebroken? Ja, dan was hij toch raar opgekeken. Wat heb ik daarmee te maken? Hè? Maar bij Arjen Robben is een spierscheuring. Ik ben één grote spierscheuring. Hè? Maar zijn ze komen vragen hoe het ermee gaat? Nou, voor geen meter kan ik u verzekeren. Ja. Er zijn voortdurend angsten. En dat komt eigenlijk voor een belangrijk gedeelte door iets wat Roosevelt niet... Nou, hij had het kunnen weten, maar hij zou er wel erg vooruitziend zijn geweest. Hij wist niet dat wij allemaal, of we dat nou... Nou, ik denk dat de meeste mensen het eigenlijk leuk vinden, dat wij ons een angstmachine hebben aangeschaft. Iedereen heeft thuis een televisie. En de televisie is bij uitstek een angstmachine. Je moet al speciaal op Linda de Mol afstemmen. Hoewel dat in mij een veel grotere angst genereert dan de Derde Wereldoorlog, moet ik u zeggen. Je zult er voortdurend moeten lachen. Hè? Ik geloof dat ik dan nog liever oorlog zou voeren. Maar goed, dat moet je natuurlijk niet zeggen. Vreselijk werkelijk. Maar goed. Ja, een angstmachine. Dat heeft een hele primaire reden. Namelijk dat goed nieuws geen nieuws is. Slecht nieuws is nieuws. Hè? Dus nu ziet u al 4, 5 dagen lang ziet u dat leed in Kathmandu en in Nepal. En is u uitgelegd met die platen. En dat het nog wel vaker gaat gebeuren. En daar gaat u maar door. Het zijn allemaal dingen waar u niets aan kunt doen. Ja, u kunt €25 overmaken. Dat zou ik u warm aanbevelen. Nog maar hopen dat het goed terechtkomt. En niet over 5 jaar op een of andere bank blijkt te staan. Terwijl er niks mee gedaan is. Hè? Want dat gebeurt namelijk altijd als ik iets overmaak. Ja, bij die tsunami was ik ook wel van onder de indruk. Had ik €100 overgemaakt. Lees ik 2 jaar later in de krant dat het overgrote deel nog op bankrekeningen staat. Ze wisten eigenlijk niet precies waar ze het dan uit moesten geven. Ja, zodat ik veel minder vrijgevig ben geworden. Ik was toch wel niet zo vrijgevig hoor, moet ik u zeggen. Ik vind altijd dat de overheid dat wel mag doen. Ja, u kunt daar niets aan doen, maar het deprimeert u wel. Stervende kinderen, dode kinderen. Mensen die zo zwaar gewond zijn dat ze het niet gaan overleven. Er is veel te weinig zorg. Ze zitten met z'n allen op een grasveldje. Het is toch ook nog klote weer. Hè? Ik begrijp ook nooit waarom christenen vertrouwen in onze Lieve Heer hebben. Kijk, het minste wat onze Lieve Heer zou kunnen doen, is het nu in Kathmandu niet laten regenen. Hè? Maar om dat nou ook weer in combinatie aan te bieden, namelijk en een zware aardbeving en regen. Kijk, wij hebben regen, maar geen zware aardbevingen. Nou, in Groningen dan lichte aardbevingen. Ik weet niet hoe ze in Groningen naar dit type van programma's kijken. Maar u weet, we hebben altijd slecht nieuws. Er is eigenlijk nooit iets wat goed gaat. Ik ben onze grootste obsessie, ben ik nog vergeten. 5 jaar lang, 6 jaar lang hebben we het gehad over achterblijvende economische groei. En de grootste obsessie van de westerse cultuur is economische groei. Is er geen groei dan? Wat las ik laatst in de kwaliteitskrant? Als er geen groei was, waren het verloren jaren. Ik heb hartstikke veel plezier gehad. Sinds 2008. Wie van u vond het verloren jaar? Want die denkt, nou, geen groei, dan hoeft het voor mij eigenlijk helemaal niet meer. Nog een jaar zonder groei en ik maak er een eind aan. Hè? Ja, godallemachtig, geen groei. Ja, het is toch al zo'n armoeige boel in Nederland. En nou, geen groei, dat is echt. Ja, nou, laten we nou eens kijken. Wat klopt er nou van al die angsten? Hè? De criminaliteit, die had ik al even aangestipt. Hè? De criminaliteit neemt altijd toe. Het gekke is, de criminaliteit neemt al een kwart eeuw of zo af. Hoe dat precies komt, weten we niet. Maar zelfs in Amerika neemt de criminaliteit af. Maar voor uw gevoel neemt die toe. Voor het gevoel van mijn vrouw neemt die toe. Zij doet de deur niet meer open. Ik heb er nog voor gerekend hoe groot statistisch de kans was dat ze de deur zou open doen voor een met AK-47's bewapende Bulgaarse bende. En dat zei ik nog, nou ja, wat ik al suggereerde, van laat ze nou gewoon bidden. En
Dan zeg je, wilt u die mooie televisie niet hebben? Hè? Weten zij veel dat het een klerending is? Ja, merk je pas na weken eigenlijk. Nee, dat was helemaal niet overtuigend. Want zij was in de greep van angsten. Van het idee dat je overal iets verschrikkelijks kan overkomen in onze samenleving. Dat is niet zo. Maar heel veel Nederlanders denken dat. En waarom denken ze dat? Omdat aan criminaliteit ook een enorme aandacht wordt besteed. U weet zelf, als er ergens een moord wordt gepleegd, nou, je ziet ze bij de media hyperventileren. Vooral ook als het een klein meisje is wat vermoord is. En nou, jongen, daar kunnen ze weken kunnen we ermee voort. En hoe is het gebeurd en wie heeft het gedaan? En, nou ja, met een beetje lollig uitstel heb je nog zo'n DNA. Nou ja, je kunt er van alle kanten kunnen mee op. Maar het totaal van die criminaliteit is in feite zeer beperkt. De kans dat u iets overkomt. En dat is een van de gekste dingen. Dat aan de werkelijke risico's die u loopt. Want u loopt wel degelijk alle mogelijke hele rare risico's. Daar wordt eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. En aan minuscule risico's. Waarbij de kans dat u daardoor getroffen wordt, die is echt heel erg klein. Daar wordt enorme aandacht aan besteed. Vindt u dat niet wonderlijk? Ik zal u een praktisch voorbeeld geven. Weet u hoeveel doden er per jaar vallen bij zelfklussen in huis? Hele sympathieke bezigheid. Hebben die mannen ook iets om handen? Het zijn zelden vrouwen die zelf klussen. Ze hebben al genoeg te klussen bij de wasmachine. En zo. Wat denkt u dat het zo ongeveer hetzelfde aantal elk jaar? Kennelijk statistisch werkt dat heel goed. Wat denkt u, hoeveel doden vallen er bij zelfklussen? Nee, niet meer dan moorden, maar er zijn 25 doden ongeveer per jaar die door zelfklussen tot stand komen. Ik weet niet precies hoe ze erin slagen, maar... Nou ja, je hebt bejaarden die hun eigen dakgoot schoon gaan maken, dat soort dingen. Hè? Maak de bejaarden hier zeggen, doe het niet. Hè? Ook niet als uw partner zegt, van het moet nou eens gebeuren, dan zegt u... Laat maar iemand komen. Hè? Want de heer Van Rossum heeft gezegd dat het levensgevaarlijk is. Hè? Ja. Ja, en dan zijn er nog enkele tienduizenden mensen die zich polyklinisch moeten laten behandelen als gevolg van zelfklus. Dit bericht stond in de kwaliteitskrant in een kadertje op de voorpagina die ze toen nog hadden. Nou, ze hebben nu ook wel één, maar er staat altijd maar één bericht op in feite. En de toon van dat berichtje vond ik interessant. Want de hele toon van dat kadertje was van... dat er een beetje lacherig over werd gedaan. 25 doden door zelfklussen. Dat je toch wel een ontzettende oliebol moest zijn om door je eigen klopboer om het leven te komen. Of door je eigen Black & Decker te zakken. Of weet ik veel wat er precies aan de hand was. En ik dacht, dat is karakteristiek. Hè? 25 doden door zelfklussen is in feite een komisch incident. Maar nou moet u zich even voorstellen dat het niet 25 doden zouden zijn door zelfklussen... maar door jihadistisch geweld. Wat dan? Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou dat gebracht? Denkt u even aan de Telegraaf. Wie van u leest de Telegraaf? Die een meester is in het opkloppen van emoties. En van het aanvoelen wat de Nederlandse burgerman het allerergst vindt. Nou, wat de Nederlandse burgerman het allerergst vindt is van onze centen. Je hoort zeggen, ja, van onze centen. Die gebouwen in Brussel. Van onze centen. Nou zijn er 28 leden van de EU en de Duitsers besteden er heel wat meer geld, maar het is eigenlijk allemaal van Nederlands geld gebouwd. Ik weet niet of u dat wist, maar Paul Jansen kan het u uitleggen. Ja, denk aan de Telegraaf. Die dat heel... Ik geef nog een paar voorbeelden van dingen waar we ons helemaal niet over opwinden, maar die gek genoeg als ze in een iets ander raamwerk zouden worden aangeboden, zouden we het verschrikkelijk vinden. Neem Nieuwjaarsdag, de eerste nieuwsuitzending van Nieuwjaarsdag. Wat zegt de nieuwslezer? Zegt, het was een rustige jaarwisseling, weet u wel? De afgelopen 12 jaar hebben we altijd rustige jaarwisseling. En dan zegt hij 875 arrestaties, 15 mensen hebben een hand verloren... 25 mensen moeten een oog missen, 5 mensen zijn voor de rest van het leven stekenblind geworden. En dan denk je, wat een rustige jaarwisseling. Merkwaardige jaarwisseling.
Stel u voor dat jihadisten erin zouden zijn geslaagd om dit soort van rellerigheid te veroorzaken op oudjaarsavond. Wat dan? He? Het land zou te klein zijn. Er zouden miljarden besteed worden aan nieuwe ME-eenheden. Het zou met dogeloos de kop ingedrukt worden. He? Wat dacht u van het voetbalgeweld? He? Altijd hetzelfde hypocriete gejeremieer dat het toch zo erg is en dan moet iets aan gedaan worden en stadion verboden. Maar van onze centen, als ik even namens de Nederlandse burgers mag spreken, moeten al die politieeenheden uitrukken, niet waar, om dat tuig. Hè? Weet u wanneer de Vandalen Rome geplunderd hebben? Ja, dat was in de 5e eeuw. Het is eerst geplunderd door Goten. In 408 was de eerste keer. En dan wisten wij veel dat het voor de derde keer door Feyenoord supporters zou gebeuren. Hè? Ja, ik dacht dat is toch magistraal dat een klein land als Nederland eindelijk wraak neemt voor de Romeinse bezetting van Nederland. Hè? Ja, waarvoor we nooit gecompenseerd zijn door die schurken. Ja, en daar heerst dan. Ja, ik was nog wel geest. Er werd toen in dat verband. Ik kom zo aan dat ik moet zo naar die jihadisten toe, anders kom ik er niet meer aan klaar. Er werden mensen geïnterviewd de dag nadat ze die boel er hadden afgebroken bij die trappen. En toen werd er een meisje geïnterviewd, weliswaar uit het Feyenoordgezelschap. En zei: ja, vond u dat niet erg? Nou, zei de meisje: het was helemaal niet erger dan de jaarwisseling in Rotterdam. Toen dacht ik: nee, dat kan wel kloppen. Daar hebben die Romeinen natuurlijk helemaal geen ervaring mee met de jaarwisseling in Rotterdam. Dat is een uniek gebeuren in allerlei opzichten. Ja, maar dit zijn allemaal dingen die we heel acceptabel vinden. Die we, hè, want heeft u op Nieuwjaarsdag tegen uw partner gezegd van nou, rustige jaarwisseling. Ik vind het wel heel raar eigenlijk, hè, met zoveel arrestaties. Het was trouwens ook weer met hoe heet het, Koningsdag. Heeft u dat nog gezien? Het was zo gemoedelijk en het was zo fijn. Ja, in Amsterdam waren enkele honderden arrestaties verricht, maar het was echt door en door gemoedelijk gebleven. Waarom je een gemoedelijk iemand gaat arresteren, dat begrijp ik niet goed. Maar goed, laten we keren even terug naar het jihadisme. Want dat is een hele vervelende zaak. Want uit alle onderzoek blijkt, heb ik nog 5 minuten. Kijk, dit was eigenlijk inleidend op wat ik nu ga uitleggen. Dus het gaat even een paar minuten langer duren. Ja, heeft u laatst onze minister-president gehoord, Mark Rutte, over het jihadisme? Ja, zei Mark Rutte. Je moest gewoon doorgaan met het leven wat je dagelijks leefde. Oké, ik zie geen andere oplossingen. Ja, je kunt in de kelder gaan zitten natuurlijk, maar dat is weinig constructief. Maar, zei hij, je moest alert zijn. Dus elke ochtend, als ik nu de voordeur achter mij sluit, blijf ik even onder het luifeltje staan. Ik kijk naar rechts, ik kijk naar links. Dan loop ik heel langzaam het tuinpad af, kijk de straat in. Denk je, godzijdank, de kruidenier ga ik wel halen. Hè? Ja. Ik weet niet of u dat weet, maar het is nu al enkele jaren zo dat onze overheid, daartoe overigens aangezet door het parlement, beweert dat er in Nederland een substantiële kans is op een jihadistische aanslag. Nou zou ik zeggen, denkt u dat ze een goed idee hebben van hoe dat ongeveer eruit zal zien, waar het gaat gebeuren, op welke wijze? Ik kan u verzekeren, ze hebben er geen idee van. Mijn adviezen zijn, hou je mond erover dicht. Mocht het gebeuren, ik vind het al opmerkelijk, als de kans zo verschrikkelijk groot is op een dergelijke aanslag, is het vrij raadselachtig waarom ze zich nog niet hebben voltrokken, dergelijke aanslagen. Want ik weet niet, heeft u wel eens kwalijke terroristische gedachten of heeft u daar nooit last van? Ik wel. En ik kan u zeggen, Nederland mag wel blij zijn dat ik geen terrorist ben. Want ik zou zonder enig probleem, zou ik Nederland in 48 uur in mijn pieren eentje stil kunnen zetten. Ik ga u niet vertellen hoe, want ja, voordat je weet zit er iemand bij. Ik denk van, loller idee. Wat zouden we eens kunnen doen? Ja, wist u dat er een paar jaar geleden, toen dit denken begon, dat de Nederlandse gemeentes alle kwetsbare punten op het internet gezet hebben? Dat het een beetje overzichtelijk begon te worden. Hè?
Pas na enkele dagen heeft iemand bedacht dat dat misschien niet het allerhandigste idee was. En hebben ze het er weer afgehaald. Maar u weet, je kunt niks van het internet afhalen. Het zweeft altijd wel ergens rond. Ja, dus die kans dat dat gebeurt. Je moet wel zorgen dat je die lui die je in potentie zou kunnen verdenken, dat je die in de gaten houdt. Maar in feite is die kans dus vrij klein. Ik ga nog een stap verder. Ook als Nederland het slachtoffer zou zijn van 2 jihadistische aanvallen per jaar, dan zou dat aan onze staatsveiligheid, aan de continuïteit van onze samenleving, niets toe of afdoen. Het is niet erger dan wanneer er een ongeluk gebeurt, zou ik maar zeggen. En die gebeuren aan de lopende band. Dat vergat ik nog even te zeggen. Het verkeer is ook veel veiliger geworden. Wist u dat? Dat we van dik 4000 doden in de jaren 50... zijn we nu met minder dan 700 doden per jaar. Terwijl het aantal auto's en verkeersdeelnemers is natuurlijk explosief gegroeid in Nederland. Maar we hebben dat veel veiliger georganiseerd. Wist u dat Belgen per afgelegde kilometer 2 keer zoveel dodelijke ongelukken hebben als wij? He? Ja, ik kijk er helemaal niet vrolijk bij. Ik vind dat wel interessant om te horen, want dat betekent dat je eigenlijk met verkeersengineering, dat je daar ontzettend veel mee kunt bereiken. En het blijkt ook wel uit dat u niet vaak in België komt met de auto. He? Moet u voor de aardigheid, als u denkt van een gezeur, dan moet u de volgende keer rijdt u van Antwerpen naar Gent met de auto. Beetje lekker doorrijden. Dan hoop ik voor u dat u niet een wrak tweedehandsje hebt, want dat desintegreert halverwege. En u komt niet verder. Dat is verschrikkelijk, het Belgische. Of neem die route door het Antwerpse havengebied. Hè. Dan heeft u een kans dat u zodanig verdwaalt dat ze u pas jaren later als skelet weer terugvinden. Dat is echt een unieke chaos. Nu even die kans op een derde grote. Een grote Europese oorlog die u in nieuwsuur zo regelmatig aangekondigd krijgt vanwege de satanische ambities van Poetin. De vraag is natuurlijk, zijn de ambities van Poetin eigenlijk wel satanisch? Ik denk het niet, anders was daar wel wat meer van gebleken in de afgelopen jaar. Hij heeft zelf nog eens gezegd, als ik wil sta ik in 2 weken in Kharkov. Dat acht ik wel zeer wel mogelijk. Misschien iets overdreven, maar nee. Het is hem in feite te doen om een relatief klein conflict. Waarom is dat zo? Omdat strategisch natuurlijk de huidige Russische federatie nog niet eens in de schaduw kan staan van het Westen als economische unit. We kunnen hem ook verschrikkelijk treffen met allerlei economische boycottmaatregelen. En dit geldt eigenlijk voor alles wat ik gezegd heb. We zijn voortdurend de EU. Is dat een bedreiging voor Nederland? Die euro zou, hè? Griekenland daaruit, niemand weet precies wat daarvan de consequenties zouden zijn. Ik zou zeggen, laat ze er toch in. Hè? Dat kost wat meer. Zou u het erg vinden als het geld pas over 30 of 40 jaar terugkwam? Wie vond het, wie zei er ja? Ja, op uw leeftijd kan ik me dat nog voorstellen, maar nou moet u zich in mij indenken. Denkt u dat het mij kan schelen of het over 40 jaar pas terugkomt? Weet u hoeveel het is? Zou het over 40 jaar iets uitmaken? Zou het niet door inflatie. Ja, er is nu helemaal geen inflatie, maar die komt vanzelf weer terug. Hè? En gunt u het ze niet eigenlijk? Hoe groot is de Griekse economie als deel van de Europese economie? 2% ongeveer. Nou, al ons geld, dat moet u zeggen, dat is lichtelijk overdreven. En het kan zijn dat dit op de lange termijn in ons voordeel is om ze coulant te behandelen. Het probleem is natuurlijk dat dat politiek gevoelig ligt en dat niemand dat eigenlijk wil. En dat de politici nou juist 3 jaar lang geroepen hebben dat ze alles tot de laatste cent zouden terugbetalen. Dat was allemaal niet verstandig. Ik denk trouwens nog steeds dat de kans dat ze eruit gaan dat 30% is en de kans dat ze erin blijven dat ongeveer 70% is. Zo zou ik het schatten. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar de EU is als geheel, hè? Nou ja, u heeft hier een partij in Almere die misschien af en toe een motie indient dat Nederland zo spoedig mogelijk de EU dient te verlaten. Of in ieder geval Almere zo spoedig mogelijk de EU dient te verlaten. Dat zou kunnen. Ja, is dat een waarschijnlijk scenario? Hè?
Wat is de enige mogelijkheid dat Nederland uit de EU zou kunnen stappen? Wanneer zou dat kunnen gebeuren zonder dat we daarbij aanzienlijke economische risico's op de lange termijn lopen? Dan kunt u zich zo, u kunt dat zo zelf bedenken, dat is helemaal niet moeilijk. Wat is de leidende economische mogendheid van de Europese Unie? Ja, het is vervelend om het toe te moeten geven. Niet België, hè, maar Duitsland. Hè. Dat is een van de wonderlijke resultaten van de wereldgeschiedenis van de afgelopen anderhalve eeuw. We hebben ze 2 maal verpletterend verslagen. Nou ja, de eerste keer was Nederland er niet bij betrokken, maar we hebben ze 2 maal verpletterend verslagen. Hè. En toch, als u Europa zou willen bellen. He, u weet dat Kissinger ooit zei, Europa, Europa, Europa bestaat niet, want ik weet niet wie ik bellen moet als ik Europa bel. Maar als u nou Europa zou bellen, wie zou u dan bellen? Ja, dan zou ik mevrouw Merkel bellen, he? Want dat is de belangrijkste. Ja, van al die angsten, dames en heren, die ons aangepraat worden, is in feite heel weinig grond. En toch met name de moslimangst natuurlijk, want dat zijn niet alleen die jihadisten. Maar er is een veel breder, we hebben onszelf, deels onder leiding van de overheid, een moslimobsessie aangepraat. Want hoe groot, wat is het percentage van de moslims in de Nederlandse bevolking? Wat denkt u? Dat is altijd bij, als ik deze vraag stel, dit is een discussie die loopt nu toch in Nederland al een dikke 20 jaar. U weet, er is van alles over gezegd en niemand blijkt te weten hoe het zit. Of durft u het gewoon niet te zeggen, omdat u dan bang bent dat ik een lullige opmerking maak of zo. Als u gelijk heeft, krijgt u een pepermuntje. Dus, wat? 1%. Nee, het is niet 1%. 15%. 8%. 5%. Ja, het is 5%. Het is 5% van, dan wordt er vaak gezegd, ja, het is wel 5% van de bevolking. Hè. Het is in de hele EU is het 4% van de bevolking. Maar ze planten ze voort als de konijnen. Hè. Ja, ze hebben niks om handen, dus het is ongelooflijk werkelijk. Hè. Zie je de deuren niet dicht houden, komen de Bulgaren naar binnen gestormd. En ze planten ze voort, maar planten ze voort als de konijnen, is dat zo? Heeft u zich ook nooit afgevraagd natuurlijk. U gelooft de dijk op, ja, u denkt meteen, het zal wel waar zijn. Hè? Nee, dat doen ze helemaal niet. Als u naar de nataliteitscijfers zou kijken van Turken en Marokkanen, zult u zien dat de Marokkanen wel wat hoger zitten dan de autochtone Nederlanders, maar nog onder de vervangingsaantallen. En de Turkse, die zitten zelfs onder de nataliteit van de Nederlandse autochtone bevolking. Dus daar klopt niks van. Dan kunt u zeggen, ja, dat zeg je wel. Kent u dat spotje van de PVV waar je zo'n vliegtuig ziet landen en dan zegt zo'n dreigende stem op de achtergrond dat dagelijks gigantische hoeveelheden laaggeschoolde halve haren Nederland binnen worden gebracht. Is dat zo? Klopt dat een beetje? Wie komen in Nederland massaal binnen? Chinezen, nee. Deze dat maar, hè. Nou, in de musea wel, moet ik u zeggen. Ik las een verhaal dat als de Chinezen op afzienbare termijn in dezelfde frequentie onze musea in West-Europa gaan bezoeken als de Japanners dat doen, dat we dan een musea 24/7 open moeten houden en dat we die mensen als een enorme menselijke slang er doorheen moeten persen. He, met van diezelfde lui die in Tokio bij de ondergrondse staan om de mensen erin te krijgen. Want ja, u weet natuurlijk dat. Ja. China heeft 10 keer zoveel inwoners als Japan. Nou, gesteld dat het even welvarend wordt, tel uit je winst. Hè. Dan kun je pas zeggen, voor ons is geen plek meer. Hè. Hoe? Ja, waar was ik mee bezig? Ja, nee. Uit Turkije en Marokko komen netto per jaar ongeveer 1000 mensen naar Nederland. Nou, dat zet geen zoden aan de dijk. Hè. Maar het zijn allemaal dingen die de mensen niet weten en die dus. He, omdat de mensen niet op de hoogte zijn, kun je dus bang maken met allerlei retoriek over de islamisering van de Europese Unie, over de islamisering van Nederland. Nou ja, wat ik daar straks zei over die moskee. We worden dus bang gemaakt en u wordt voornamelijk bang gemaakt omdat u niet weet waar het over gaat. He.
Het probleem is dat het wel enige tijd kost om zodanig op de hoogte te zijn dat u niet overal bang voor hoeft te zijn. Maar het treurige is natuurlijk dat de media ons bang maken. En nog treurig, want nu zou iemand kunnen zeggen, ja, de media hebben het zeker weer gedaan. Dat zeg ik helemaal niet. Want wat de media doen, is in feite een co-productie van de meest trieste emoties van de kijkers. En datgene wat de media daarvan verwachten. U wilt graag sensatie en narigheid en bloed en ellende. Hè? Het moet een beetje opwindend zijn allemaal. Denkt u eens aan al die malle tv-series die tegenwoordig zo populair zijn. Hè? Waar gaan die over? Allemaal. Vrijwel zonder uitzondering. Gaan die over criminaliteit? Hè? Die gaan dus over een volledig marginaal onderdeel van onze samenleving. Als deze cultuur ten onder gaat en over 10.000 jaar wordt opgegraven, ze vinden alleen die bandjes van Breaking Bad en wat heb je nog meer voor flauwe onzin. Hè? Of die halsafsnijderij in de middeleeuwen, hoe heet dat nou? Wat? Game of Thrones, ja. Allemaal volstrekt krankzinnige verhalen. Een soort van kaboutersprookjes, maar dan bloedig. Wat hebben we nog meer op dit? Is dat niet wonderlijk? Dat als wij naar fictie kijken, wat, zelfs die Engelse politie-series, gaat altijd over misdaad. Het gaat altijd over moord en doodslag. Hè? Denkt u aan dat Midsomer? Dat is een dorp in Engeland waar elke week 5 doden vallen. Waardoor je denkt, van, dat moet op een goed moment toch helemaal afgelopen zijn. Zouden ze nieuwe mensen importeren om vermoord te worden? Hè? Wilt u beeldend vermoord worden, kom naar Midsomer, hoe het ook mogen heet. Ik vind dat zoiets merkwaardigs. Dat ons hele fictionele universum in feite voor 90% bestaat uit criminaliteit. Heeft u daar zelf nooit een dat u denkt van... Ja, want zo ga je al gauw denken, nou ja, het is verschrikkelijk en je moet bang zijn voor... Eigenlijk moet u heel anders denken. Eigenlijk is uw eigen leven is de maat van wat er in Nederland gaande is. Dat is het wonderlijk. En als je aan Nederlanders vraagt, wat vind je van je eigen leven? Dan zijn ze hartstikke tevreden en terecht. Leuke straat, fijn gezin. Ja, waarom 40% van de mensen in echtscheiding raken, begrijp je dan ook niet helemaal. Maar goed, dat gebeurt. Leuk werk. Kortom, 80% van de Nederlanders is enorm tevreden met zijn leven. Terecht. Volkomen terecht. Maar als je dan aan mensen vraagt, wat vind je van de wereld? Hoe gaat het met het vaderland? Nou, dat is verschrikkelijk. De criminaliteit neemt toe. We worden geïslamiseerd. Poetin wil ons veroveren. Hè? Weet u wat u moet doen, eigenlijk? Weet u wat u te doen staat? Wie zei het? Ja, doe het weg. Doe dat ding weg. Zet hem in de voortuin en zet er een tekst onder. Beste Bulgaar, u kunt hem gratis meenemen. Hè? Of lieve jihadist, neem hem mee en zorg dat u aan mijn deur voorbij gaat. Zoiets in die geest, dat zou ontzettend leuk zijn. Ja. Dus het wonderlijke is dat nog nooit in de menselijke geschiedenis zijn er samenlevingen geweest die zo fijn en prettig en rustig en veilig waren als de onze. En in die samenlevingen worden we aanhoudend geteisterd door wonderlijke obsessieve angsten die zowel door onszelf gegenereerd worden als door de medialogica en nog triester eigenlijk door onze eigen overheid. Wees niet bang, hè? Want dat niet bang zijn, de freedom of fear, is iets wat u zelf in de hand heeft. Wat niemand voor u kan organiseren, dat heeft u zelf in de hand. En als u nadenkt over uw leven in Nederland, dan moet u zelfs in Almere kunnen concluderen dat het een paradijs op aarde is. Dank u wel.